hier naartoe gekomen met het idee dat ik hier allerlei dingen ga horen die ik aan mijn collega's kan meegeven. Om hen ervan te overtuigen dat ICT echt een meerwaarde kan hebben. We zijn vooral geïnteresseerd in digitale geletterdheid. Daar heb ik net een lang gesprek over gehad met Jeroen Clemens. En daar ben ik alvast heel erg blij mee. Wat is er nu op de werkvloer echt aan de hand? Wat hebben docenten iedere dag nodig? Want hun leerlingen gaan sneller dan de docenten. Bijvoorbeeld net heb ik gehoord dat bijvoorbeeld bij bepaalde type leerlingen, bijvoorbeeld kinderen die wat druk zijn, dat zij zich beter kunnen focussen als zij ICT gebruiken tijdens het leren. Dus het is ook goed om te beginnen bij studenten, leraren in opleiding, zodat zij al weten wat er, hoe ze het zouden moeten inzetten. En dat het meteen getest kan worden in de praktijk, zodat we samen beter onderwijs kunnen vormgeven met ICT. Nou, ik merk dat er veel vooroordelen in het onderwijs zitten die niet per se gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten. En dus dat die wetenschappelijke inzichten heel erg belangrijk zijn om daadwerkelijk keuzes te maken. Ik heb veel te weinig contact met mensen die het bestudeerd, onderzocht hebben. Die voeden mij. En ik heb dus nu ontdekt hoe ik ermee in contact kan komen. En dat is onder andere door veel te lezen uiteraard. Maar ook naar deze conferentie te gaan. Voordeel van deze conferentie vind ik, ben de vorige gegaan, dat jaren ook steeds geweest, dat er echt een goede diepgang in zit, hè? Echt onderzoeken. De rode draad die ik in ieder geval uit het ochtenddeel heb gehaald is dat het fijn is dat we weten welke dingen ertoe doen, maar dat het eigenlijk ook ontzettend belangrijk is dat die leerkracht weet hoe die dat morgen in die klas moet gaan inzetten. Ja, ik heb een hele interessante presentatie gezien van GoLab. En ik denk dat er voor onze beta-docenten daar echt een meerwaarde te behalen is. Dus dat ga ik zeker morgen met ze delen.